Rotterdam, de drukst vervuilende haven van de wereld. In het waterweggebied liggen ook de scheepswerven van Wilton Feyenoord. Daar waait de Argentijnse vlag aan boord van het vliegkampschip 25 de Mayo, dat eens als Haar Majesteits Karel Deurman deel heeft uitgemaakt van de Nederlandse vloot. Het werd in 1968 aan Argentinië verkocht en overgedragen, maar moest nog in reparatie omdat een van de ketels verbrand was. Eind augustus 1969 is de reparatie voltooid. Maar voordat het schip vertrekt, geeft de marine het een herinnering mee. Vice-admiraal Maas biedt deze aan. Expresar mis mejores deseos. Para la armada. Rogando a Dios que el 25 de mayo tenga siempre un feliz término. Nou, dat is hier nog mijn Spanish. Het geschenk is een Delfts blauw bord met het laatste bevel van Karel Deurman. Nou, come and look. Yes. En hier in good Dutch. Twee dagen later vaart de 25 de Mayo de nieuwe waterweg af. Zijn eerste bestemming is Portsmouth, waar met de katapultinstallatie zal worden geoefend. De Marine Luchtvaartdienst brengt het schip een laatste groet.